Je hebt het vast al vaker meegemaakt bij een event wat je organiseerde. Een spreker die in plaats van de afgesproken 20 minuten na een half uur nog steeds aan het spreken is. Dit tot ergernis van iedereen. Voor jou als organisatie, omdat je je programma ziet uitlopen. Maar ook de mensen in de zaal wordt pijnlijk duidelijk dat de pauze waarschijnlijk ingekort gaat worden en de borrel waarschijnlijk een half uur te laat gaat beginnen. Hoe voorkom je dit nu? Nou, dat doe je eigenlijk in een drietal stappen. Stap 1 is dat je die spreker in de voorbereiding expliciet duidelijk maakt hoeveel spreektijd hij maximaal heeft. Dus zeg nooit u heeft ongeveer 15 tot 20 minuten. Nee, u heeft maximaal 20 minuten. Leg hem of haar ook uit waarom het zo belangrijk is dat alle sprekers zich aan die spreektijd houden. Dat maakt bij de spreker dat hij zich bewust wordt van het feit dat hij zijn spreekbeurt echt in die 20 minuten moet zien in te vullen. Nou, dan komt de dag van het event zelf. Zorg er dan voor dat op het podium een aftelklok staat, een podiumklok. Wat is dat? Het is een klok die alleen de spreker kan zien en die de tijd laat aftellen van hoe lang hij nog mag spreken. Dit helpt de spreker allereerst om bewust te worden van de tijd, maar daarnaast kan het hem ook helpen om zijn verhaal een beetje te structureren. Tot slot heb je een daadkrachtige dagvoorzitter nodig. Een dagvoorzitter die nadat die 20 minuten voorbij zijn en als de spreker er dan nog steeds staat, heel rustig opstaat en wel met alle egaars voor de spreker rustig naar voren loopt en aan alle kanten duidelijk maakt dat de spreektijd voorbij is. Als je die drietrapsraket volgt, dan weet je publiek dat het programma keurig op tijd verloopt, dat iedereen voldoende pauze krijgt, dat de borrel op tijd kan gaan beginnen en je zal zien dat je dat in je evaluatie van je evenement positief beoordeeld zult krijgen.